De stad Groningen heeft dit jaar een goed toeristenseizoen gedraaid. In 1999 bezochten 3 miljoen toeristen de stad. Dit jaar is de toeristenstroom bijna verdubbeld naar 5,5 miljoen. Het was de afgelopen zomermaanden matig weer, maar daar heeft de stad juist voordeel bij gehad. Toeristen vieren dan liever vakantie in de stad dan de natuur in te trekken. Wat je ziet is dat het op het platteland vrij rustig is gebleven. Dat veel mensen boeken steeds later hun vakantie. Dus als het dan slecht weer is, dan gaan ze alternatieven zoeken. En dat is niet altijd het buitenland. Dat is soms ook andere plekken in het binnenland. En dan zie je dat Groningen er toch goed op staat. Dat mensen graag naar Groningen komen. Groningen neemt in Nederland nu de 5e plek in als toeristenstad. Het toerisme is in de loop van de jaren een belangrijke bron van inkomsten geworden. De toeristische besteding totaal gaat tussen de 200 en 300 miljoen euro. Mensen besteden ook steeds meer. Groningen staat in de top 5 van bestedingen ook. Dus de gemiddelde besteding per persoon ligt hier relatief wat hoger dan in heel veel andere steden. Wij merken het heel erg in de winkel. Bijvoorbeeld de VVV-winkel aan de Grote Markt. Er zijn in 3 maanden tijd 120.000 bezoekers binnen geweest. Dat is gewoon heel erg veel in 3 maanden tijd. En dan zie je gewoon, het is gewoon heel druk in de stad. En ik denk dat met name de middenstand ervan profiteert. Gewoon de winkels, de horeca. Dat daar wordt het geld uitgegeven.